Goedendag. We begonnen de wereld regionaal klein vandaag met mist en nevel. van het noorden van het land was het zicht behoorlijk slecht af en toe vanmorgen. Maar die mist en nevel trokken op en er kwam bewolking voor in de plaats. En uiteindelijk volgde vanuit het zuidwesten ook regen. Ja, de rest van de middag verloopt dan ook op veel plaatsen regenachtig. En dat komt omdat een nieuwe storing ons land nadert. Hier zien we hem ook mooi terug op de computeranimatie. Het is een band met regen, bui-geregen die later vanmiddag en vooral vanavond over het land heen trekt. En ook daarachter zitten nog een paar losse buien. Weliswaar neemt het laagdrukgebied in kracht af, maar woensdag hebben we nog altijd met een paar buien te maken. Donderdag komt een nieuwe storing onze kant op, maar daar blijft vrij weinig van over. Het is vooral veel bewolking en misschien in het westen een spatje regen. Maar vanaf donderdag lijkt het toch echt wel een aantal dagen droog te blijven. Nou, eerst vanmiddag nog. We hebben vanmiddag dus te maken met die band met de regen en buien die vanuit het zuiden het land binnen trekt. <coughs> en die buien die trekken langzaam noordwaarts. Wel zien we nog grote temperatuurverschillen tussen noord en zuid. In het noorden slechts 5 graden, terwijl het in het zuiden toch al 10 graden wordt. De maxima halen we overigens, overigens pas komende avond. Vannacht ligt de temperatuur zo tussen de 4 en 8 graden. En die regen trekt dus verder noordwaarts. Maar vanuit het zuiden komen ze ook nieuwe buien het land binnen. Kortom, het blijft dus echt nog wel een beetje nat en wisselvallig. Ook morgen dus die buien. Het is wel een stukje frisser dan vandaag, omdat de wind naar het noordoosten is gedraaid en het wordt zo'n 6 tot 9 graden. Donderdag is het dus al een stuk droger en ja, niet per se vriendelijker. Maar omdat de wind nog altijd het noorden waait, is het wel een vrij frisse dag. De temperatuur stijgt naar maximaal 4 tot 6 graden. En er komt dus veel bewolking voor. En uit die bewolking kan dus aan de westkust ook een spatje regen vallen. De rest van de week blijft het allemaal droog. Het ziet er allemaal wel wat saai en eentonig uit. Veel bewolking. Met op donderdag en vrijdag nog wel iets lagere temperaturen. Maar vanaf zaterdag is het weer onveranderd zacht. Met temperaturen in de 10 graden. En we zien dus ook aan de neerslagkansen een ja, toch wel wat droger weerregime rondom dat weekend. En dat heeft dus te maken met een hoge drukgebied die het overneemt. Pas in de loop van volgende week nemen de neerslagkansen weer toe. En daarbij blijft het waarschijnlijk onverminderd zacht. Tot de volgende keer.